Nou, geef maar aan mij, ik trouw niet. Dus jullie denken hier een toneelstukje in te studeren. Nou, er is een vraag of wij de kolfhoogte kwamen nemen. Dus ja, dat doen we dan maar. Eigenlijk hadden we vrij vanavond, maar goed. Ja, dat moet, hè? Ja, oké. Okay. Nou, luister en huiver. Kijk uit voor die spiegel, hè? Het zou zonde zijn van jullie mooie kopjes. Het is alweer een tijd geleden dat de alvast vooruitpiet mij verslag deed. Hij was opgewonden. Een beetje van slag. Zie wat ik in rijen zag. In een zaaltje boven in de boodschap. U moet me geloven. Het is echt geen grap. Ik keek door het raam. En ik stond perplex. Wat ze daar instuderen gaat allemaal over seks. Ze willen het allemaal leren. En ze doen het in opdracht van twee heren. Oh. En weet u, dit is Sint onwaardig. Die twee, die vinden elkaar echt meer dan aardig. De groep, een kleine 30 bij elkaar, zijn soms ook verkleed. Zo bloot en raar. Dat hoort en zingt en danst en sloert en vrijt. U kunt daar echt niet langs op uw leeftijd. Ach Piet, zei ik, de Sint dus, hè. Je bent er nooit te oud voor. Mijn stap staat ook nog regelmatig recht op voor. En Piet, zei Sint, ga eens een beetje met je tijd mee. Het is toch een tof stijl, die twee. Ik weet nu wie je hebt begluurd. Had ik voor je Piet er maar heen gestuurd. Weet je wel waar je bent geweest? Weet je wel waar je geweest bent? Bij theatergroep No Nonsense, die barsten van het talent. Zij verdienen juist iets zoets en geen roep. Stuur maar een paar pieten in stijl naartoe. Ze houden van spel, dus laat hen het zoets maar winnen. En in drie groepen een lang woord verzinnen. De hoeren en pooien, Piet. Kijken of ze eerlijk spelen en of niemand zich gaat vervelen. De groep die het eerste klaar is, die blaast op de fluit. Opent de zak en haalt als eerste iets zoets eruit. Ik wens ze tot slot nog heel erg veel toi, toi, toi. De live wordt vast en zeker spannend en mooi.